We zijn nu op de nieuwe Milieustraat in Zuidwolde. Ons bedrijf heeft hier de aanleg verzorgd voor de compleet nieuwe Milieustraat die hier in de gemeente is opgericht. Mijn naam is Edwin Kleinsmit. Ik ben projectmanager bij Antea Groep. Wij zijn een advies- en ingenieursbureau wat naast advies- en ingenieursdiensten ook een realisatiepoot heeft. Wij hebben dit project aangenomen in een meervoudige onderhandse aanbesteding. Daar zijn we als beste aanbieder uit de bus gekomen. De situatie was dat hier al een milieustraat was, maar die was gedateerd. Het inwonersaantal van de gemeente De Wolde is toegenomen van 10.000 naar 24.000. Daarnaast is ook de wet en regelgeving veranderd, waardoor er veel meer afval en veel meer deelstromen gescheiden moet worden. Dus vandaar dat deze aanpassing is gedaan. De auto's moeten op het perron komen. Daarvoor is een hellingsbaan aangelegd. En langs de zijde van de hellingsbaan daar zijn de elementen van bosbeton neergezet. We hebben gekozen voor de keerwanden van bosbeton. Prijs, kwaliteit en ook een stuk duurzaamheid. De plaatsing is prima verlopen. Er is voordat er geplaatst werd prima overleg geweest tussen onze uitvoerder en de uitvoerder van bosbeton. En er is een duidelijk uitvoeringsplan gemaakt en zo is het daadwerkelijk ook neergezet. Bosbeton die heeft in het voortraject de tekeningen gemaakt voor de hellingsbaan. Die heeft de berekeningen gemaakt en daar is het hele ontwerp op gemaakt. We zijn zeer tevreden over de samenwerking met Bosbeton. Het is een, zoals je ziet, een prachtig resultaat geworden. En wat nog belangrijker is, is dat onze opdrachtgever ook zeer tevreden is.